Ik heb een pak aan. Maar dit is dus het artikel. Veel beter dan wat ik nu heb. Proost. Hoi, mijn naam is Danica. Super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag en ik had zin om een weekvlog op te nemen. Dus bij deze, een weekvlog. Het is op dit moment 9:15, dus dat betekent dat ik zo naar werk ga. Ik werk namelijk op de maandagochtend bij de Human Race. En ik deed dus net mijn schoen aan. Ik heb zeg maar mijn nagels gedaan. En kijk dit. Mijn nagel ligt eraf. Ik had gehoopt dat hij tot mijn verjaardag zou volhouden. Maar dat is dus niet gelukt. Want ik ben dus 3 april jarig. En dan gaan we een feestje vieren. Ja, dat mag dus niet. Dat is mijn tweede corona-verjaardag dan al, hè. Vandaag ga ik dus eerst werken en ik moet werken tot de lunch, 12 uur of zo ongeveer, denk ik. Dus dan ga ik zo meteen naartoe en dan om 1 uur heb ik les. Tot 4:45. Dus vandaag is eigenlijk best wel een productieve dag verder. Gisteren heb ik een workout gedaan. Ik heb echt spierpijn in mijn kont, maar dat is goed. Normaal heb ik nooit spierpijn in mijn kont, omdat ik best wel veel benen train op zich. Maar nu heb ik wel spierpijn, dus dat is goed. Gisteren ook echt gestreden op een zondag sporten. Dat doe ik normaal niet. Zaterdag heb ik ook geskileerd met Sanne. En toen hebben we ongeveer 20 kilometer geskileerd. Eigenlijk 19, maar 20 klinkt leuker. Maar dat was wel heel erg leuk. En natuurlijk ook gewoon super gezond. Dus, lekker actief weekend gehad. En dan zie ik jullie vanmiddag weer. Vanmiddag ga ik denk ik havermoutpannenkoekjes maken, want daar heb ik zin in. Goedemiddag, het is op dit moment 2:15. En ik heb nu al een tijdje les. Ik was op werk tot ongeveer 11:45. Toen ben ik naar huis gegaan. Toen heb ik havermoutpannenkoekjes gemaakt. Die waren echt heel erg lekker. Ik heb er honing op gedaan en cranberries. Ik vind gezond eten niet altijd even lekker. Havermoutpannenkoekjes zijn gezond. Het vult en het is gewoon echt super lekker. En ik heb nog heel erg leuk nieuws. Daar ga ik jullie even voor neerzetten. Dit is niet het leuke nieuws. Maar zoals jullie zien is mijn muur opeens knalroze. Die was grijs en er zaten daar echt een paar hele lelijke vlekken op de muur. Dus toen heb ik gezegd dat we dat gingen verven en dat ik het oud roze ging verven. En nu is dit zeg maar de kleur geworden. Het is echt knalroze. Ja, ik heb gewoon geen tijd om die muur opnieuw te gaan schilderen. Maar dit is zeg maar niet de kleur die ik in gedachten had. Want ik heb geen tijd om het weer helemaal opnieuw te gaan schilderen. Maar waarschijnlijk ga ik dat nog wel doen. En woensdag ga ik dus echt iets heel erg leuks doen. Ik ga het even uitleggen. Ik ben 3 april jarig en het is op dit moment 22 maart. En vorig jaar heb ik dus een cadeautje gekregen van Thomas en mijn moeder. Dat heb ik volgens mij ook in een weekvlog gedaan. Dat ik ging skydiven. Alleen dat is dus nooit gebeurd omdat het corona was. En omdat het corona is kunnen we dat natuurlijk niet doen. En is dat allemaal niet open. Maar ik heb dus een DM gekregen van hetzelfde bedrijf. Of ik een keertje wilde skydiven daar. Dus voor een samenwerking in plaats van dat ik het krijg. Dus dat is echt heel erg leuk dat ik dat als cadeautje heb gekregen. En dat ik daar nu alsnog naartoe kan. Voor mijn verjaardag, voor mijn 19e verjaardag. Maar ik had daar zoveel zin in. En nu gaat het dus gewoon door. Woensdag gaan we daar naartoe van 5 tot 7. Ik moet straks trouwens nog even reageren dat het goed is. Maar dan gaan Thomas en ik in ieder geval skydiven. En daar ga ik jullie dan woensdag mee naartoe nemen. Dus dat is echt heel erg leuk. En nu ga ik nog even verder voor school. Want anders dan ga ik achterlopen en dat moeten we niet hebben. Goedenavond, het is op dit moment 9:15. En ik ben nog steeds aan het werk. Dat was niet helemaal het plan. Ik had eigenlijk ook gewoon heel erg veel zin om vanavond te gaan sporten. En ik ben nog even wat dingen aan het regelen voor samenwerkingen. Want ik heb dus een samenwerking met Shein, wat echt heel erg leuk is. Dus daar heb ik heel erg veel zin in. Ik mag daar een aantal items voor uitzoeken. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag en het is op dit moment 9:50. En ik heb eigenlijk over een uurtje pas les. Ik heb namelijk om 10:45 pas les. Dus dat is wel heel erg chill. Ik ben vanochtend om 8:30 of zo opgestaan. En ik heb hem even klaargemaakt. Ik heb gewoon een t-shirt aan. Gewoon een oversized t-shirt. Met een joggingsbroek van Mail Lions. Jullie kunnen trouwens nog steeds mijn kortingscode gebruiken voor Mail Lions. Danique10. En dan heb je 10% korting. Dus dat is super chill. Maar ik heb dus nog een uur de tijd. En ik denk dat het gewoon wel heel erg lekker is om eventjes naar buiten te gaan. Even een kleine wandeling te maken. En ja, ik ga gewoon in deze outfit. Want ik heb echt geen zin om een spijkerbroek aan te trekken of zo. En dan heb ik straks HBO theorie en praktijk. En dat zijn vakken waar ik eigenlijk bezig moet met een experiment. En ik ben bezig met het onderzoeken van social media. Dus dat sluit helemaal aan bij wat ik leuk vind.
Dus dat is nice. Maar ik denk dat het gewoon leuk is als ik jullie gewoon even meeneem. Ik heb gisteren trouwens echt niet normaal lang gewerkt. Ik heb eerst gewerkt van 9 uur tot 11:15 of zo. Toen heb ik even wat gegeten. En toen ben ik bezig geweest met school. Tot echt 10 uur of zo. En Instagram en zo ook. Het is echt niet dat ik de hele tijd met school ben bezig geweest. Maar ook gewoon met Instagram. En pff, ik werd er helemaal moe van dat ik echt gewoon de hele tijd achter mijn laptop zat. Dus uiteindelijk om 10 uur of zo ben ik nog naar beneden gegaan. Heb ik nog mijn yoga matje gepakt. En ben ik nog even bezig geweest met gewoon stretchen en zo. Ik heb nog best wel veel spierpijn in mijn kont trouwens. Van zondag. Want ik had echt een goede workout zondag. Vandaag gaan we denk ik wel weer gewoon even een lekker workoutje knallen. Dus gisteren heb ik even een soort van rustdag gehad. Met stretchen en zo erbij. Dus vandaag gaan we gewoon weer een workout doen. Dus ik doe nu even mijn schoenen aan. En dan neem ik jullie gezellig mee op mijn wandeling. Ik ben alweer onderweg naar huis. Ik ben net uit het bos. Daar is het bos namelijk. En nu moet ik gewoon even een klein stukje naar huis lopen. Het is niet heel ver van mijn huis naar het bos. En als ik thuis kom, dan heb ik ongeveer, denk ik, 4-5 kilometer gehad. Ik vind het wel even lekker om buiten te zijn. Dat miste ik een beetje, want ik zit natuurlijk de hele dag binnen. Met online school en zo. En het is ook gewoon belangrijk dat je in beweging blijft en lekker buiten komt. In beweging blijf ik op zich wel, want ik sport wel veel, maar ik sport alleen maar binnen. Ja, touwtje springen misschien een keertje, maar... Maar nu ben ik dus lekker buiten. Dus ik ben gewoon een uurtje eerder opgestaan. Dit is een tip. Sta een uur eerder op. Ga lekker naar buiten. Ga lekker bewegen. Daar is Basic Fit. En ik sport altijd bij Basic Fit. En ik mis de sportschool echt. Ik wilde gewoon lekker sporten in de sportschool. Dat is wel beter. Ik vind het thuis vind ik het op zich ook niet erg. Want dan heb ik gewoon workout video's. En ik heb nu zeg maar zoveel workout video's gedaan. Gewoon het hele jaar door. Dat ik gewoon weet wat ik thuis zelf kan doen. Ik mis je. Ik mis je. Er komt iemand aan op de fiets. Dat is heel ongemakkelijk. Het is op dit moment 6:45 en ik ben eigenlijk alleen nog maar bezig geweest met school in de tussentijd. Maar nu ga ik in ieder geval even sporten. Vandaag gaan we een beenworkout doen. En ik wil gewoon proberen om dat 3 keer in de week dan vol te houden. En daartussen nog dagen gefocust op buik of upper body. Het wordt nu al bijna donker. Ik vind het hier nooit mooi als ik dan in het donker film. Want we hebben zeg maar wel een lamp. Alleen dat is echt heel erg geel licht. Dus dat is nooit zo mooi. Ik ga weer even een mixtape opzetten. Want dat heb ik de vorige keer dus ook gedaan. En dat was echt heerlijk sporten. Dus nu ga ik weer even een mixtape opzetten. Dan hoef ik niet altijd na te denken over wat voor muziek ik op heb. Ik moet mijn yoga matje misschien ook nog maar een keertje gaan vervangen. Want dat ziet er echt niet heel erg mooi meer uit. Ik heb hier een gewicht van 10 kilo. En hier nog 2 gewichten van 5 kilo. Hij stelt niet helemaal lekker scherp op camera. Ik weet niet waarom die dat doet. En hier heb ik natuurlijk nog even water. Als je het lastig vindt om veel water te drinken, is dat wel echt een hele goede tip. Koop citroen of limoen. Dat is ook heel erg lekker. Ik heb toen ook een tijdje heel veel limoenwater gedronken. 2 plakjes met citroen erin. En dan water erin. En dan zet je dan gewoon naast je neer. Dus als je aan het werk bent of zo, dan zet je dat gewoon naast je neer. En dan drink je automatisch echt heel erg veel. Ik heb vandaag ook echt heel erg veel gedronken zonder dat ik het eigenlijk echt door had. Dus dat is een goede tip. En nu ga ik echt een workout doen. Ik ben nu aan het trainen met deze weerstandsbanden. Deze zijn van de Decathlon. Die waren echt 3 euro of zo. Deze heb ik toegekocht in Istanbul. Bij buiten adem. Maar die andere die morgen dus binnenkomen zijn van stof. En die zijn ook veel dikker. Want deze rollen de hele tijd naar boven. Maar deze gebruik ik in ieder geval nu. En morgen komen die andere dus binnen. Die zijn van Absolute Fit Nutrition. Maar dat leg ik verder morgen nog uit. En hier ben ik dus nu mee bezig. Ik ga nu trouwens sporten. En daarna haalt Thomas me op. En dan ben ik s'avonds met Thomas. Omdat hij nu ook nog bezig moest. En er is natuurlijk nog een avondklok. Dus dan gaan we daar naartoe. Volgens mij volgende week woensdag is de avondklok vanaf 10 uur. Dus dat is sowieso top. Maar ik slaap dus vannacht met Thomas en dan gaan we morgen samen voor school bezig. En morgen ga ik natuurlijk ook skydiven, dus morgen is een leuke dag. Goedemiddag, het is
vandaag woensdag. Ik ben vanochtend even voor school bezig geweest. Dat hebben jullie net als het goed is gezien in een timelapse. En we hebben ook nog even heerlijk gegeten daarna. En ik ben dus nu thuis, want vanochtend was ik bij Thomas. En de krant is hier gekomen. En ik sta dus in de krant, heel erg leuk, over mijn deelname van Miss Beauty. Maar dit is dus het artikel. En dit artikel gaat dus over onze deelname aan Miss Beauty of Overijssel. Er staat ook een leuke foto bij. En nu ga ik me zo meteen eventjes klaarmaken. Nou, klaarmaken. Even andere kleding aandoen. Omdat we zo meteen naar City Skydive gaan. Het is ongeveer 1,5 uur rijden. En we zijn er dan van 5 tot 7. En daarna brengt Thomas me eigenlijk direct weg. Aangezien er natuurlijk nog wel een avondklok is. Ik doe denk ik mijn batterij ook nog even aan opladen. Want het zou heel erg leuk zijn als mijn camera daar opeens uitvalt ofzo. Oké, we zijn nu naar Utrecht gereden. En hier is City Skydive. Daar is de KFC. En we gaan nog eerst even wat snel wat eten. Want het is nu 4:15, dus we zijn een kwartiertje te vroeg. Dan gaan we daarna naartoe. Dus gewoon even nu iets kleins halen, denk ik. En dan gaan we na de tijd gaan we gewoon eten. Maar nu gaan we gewoon even iets kleins eten, zodat we straks gewoon geen honger hebben. Oké, we zijn nu bij City Skydive in Utrecht. Hier zo. Het is echt super groot ook. En we lopen nu naar boven. Ik ben heel erg benieuwd. Let's go. Oké, we doen nu even ons pak aan. Voordat we gaan vliegen. We zijn ook de enige hier nu. Lekker pakkie. Ik heb trouwens ook schoenen erbij gekregen. Ik heb een pak aan. Zo, en Thomas ook. Die loopt daar. En we hebben onze helm gekregen. Hier zo. En een haarkapje. En ik moet zo meteen even mijn haar in de vlecht doen. Want anders dan gaat mijn haar helemaal in de war. En nog een bril. En oordopjes. En hier hangen alle pakken hierachter. En daar zijn alle helmen. En zo meteen gaan we vliegen. We krijgen straks eerst een kleine presentatie. En daarna gaan we vliegen. Dus heel erg leuk. We zijn hier nu in een soort van bioscoopachtig iets. En we hebben net even een filmpje gezien. Ik weet niet wat mijn wangen doen. Het ziet er niet uit, mijn bril. Om maar niet te vliegen, 1 minuut. Maar hij gaat nu 2 minuten Mag je alles doen? Ja, we doen hem eerst maar met gewoon trekken en stel het lukt niet, dan krijgen de volgende mensen dus gereedschap. Goedemiddag, het is vandaag donderdag en het is op dit moment 1:15. En ik heb dus mijn pakketje en die is gisteren binnengekomen. Volgens mij heb ik dat nog niet eens verteld. Gisteren had ik dus mijn pakketje binnengekregen, vlak voordat we naar Skydive City gingen. Dus hij was net binnen. Maar ik kon dus niet meer vloggen. Maar ik heb dus al wel even wat gekeken wat er allemaal in zit. De doos is al open. En ik ga dat straks even unboxen. Maar eerst nog even over gisteren. Want ik heb op zich best wel wat gevlogd volgens mij. En ik heb ook wel laten zien wat we allemaal deden en zo. Maar het was echt, echt super vet. Hele vette samenwerking. Echt heel erg blij mee. Maar we gingen daar dus naartoe. En ik dacht dus eigenlijk dat er nog meerdere mensen zouden zijn. Wat dus niet zo was. Ik dacht misschien zijn er een stuk of 10 influencers of zo. Maar we waren daar dus helemaal alleen. Dus dat was wel nice. Maar we waren daar dus helemaal alleen. Later kwam er ook nog een andere YouTuber. Niet dat ik echt groot ben op YouTube. Ik doe meer Instagram. Dus ik mag mezelf denk ik geen YouTuber noemen. Maar er kwam ook nog een andere YouTuber. Boas. Ik denk dat de meesten hem wel kennen. Maar dat was heel erg leuk. Hartstikke gezellig was het. Toen zijn we nog wat gaan eten. En we zouden daar eigenlijk tot 7 uur zijn en ik moest 1,5 uur rijden. Dus dan zouden we niet op tijd komen voor de avondklok. Als ze vroegen dus of wij ook mee wilden eten. Toen zei Boas dus, je staat toch ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Dus dan kun je een werkgeversverklaring. Dat hebben we toen gedaan. Dus toen mocht ik gewoon na 9 uur op straat zijn. Want ik heb dus mijn eigen Kamer van Koophandel nummer. Daar zijn trouwens ook best wel veel vragen over geweest. Hier ligt hij toevallig.
Ik sta ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en ik sta dus ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als content creator eigenlijk, influencer. Omdat ik nu gewoon voor Instagram best wel veel betaalde samenwerkingen heb. Maar in ieder geval, daarom zit ik dus ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, omdat het gewoon moet voor bedrijven, want anders ben je zwart aan het werken. Maar City Skydive is dus eigenlijk ook soort van voor mijn werk, want dat was dus ook voor een samenwerking. Dus dat kon gewoon. Dus toen moest ik 4 verklaringen hebben of zo. Ik moest een verklaring hebben dat ik mezelf toestemming gaf, want ik ben zeg maar mijn eigen werkgever. Dus we hadden uiteindelijk 4 verklaringen. 2 voor Thomas en 2 voor mij. Maar dan was het dus best wel chill. Toen hebben we nog even gegeten. En ja, het was gewoon hartstikke gezellig. Toen zijn we naar huis gegaan. En op mijn Instagram komt er gewoon echt nog iets super vets online. Ik denk dat het al online staat. En dat is namelijk een giveaway. Want ik mag namelijk 1 van jullie blij maken met hetzelfde als wat ik dus heb gedaan. Dus als je het vet vond wat je hiervoor hebt gezien, dat kun je dus winnen. Als je dan naar mijn Instagram gaat, moet je me even volgen, moet je hun volgen. En even een paar mensen taggen en that's it volgens mij. Dus ga zeker even naar mijn Instagram en doe daar aan mee. En dan gaan we nu gewoon lekker het pakketje unboxen. Dit is het pakketje die ik binnen heb gekregen. En hier zitten dus heel veel leuke fitnessproducten in. Ik heb het pakketje gekregen van Absolute Fit Nutrition. En het lijkt me leuk om die gewoon samen te gaan unboxen. Ik moet straks ook nog even een story maken voor Instagram hiervoor. En daarna ga ik deze proteïne bar proberen. Want deze zit er dus in. Dit is een proteïnebar. Hij lijkt me lekker. Iedereen zegt dus tegen mij van dat is volgens mij echt niet lekker. Maar er zit chocola omheen of zo. Het lijkt me, het ziet er echt goed uit. Dus die ga ik zo meteen even proberen. Het tweede wat ik hier dan uithaal is deze oats powder. En dit is 100% puur havermeel. Nou ja, hier zitten dus gewoon koolhydraten in, waardoor je gewoon genoeg koolhydraten binnenkrijgt. Dat is deze oats powder. Als het goed is, heb ik trouwens ook een kortingscode. Ik zal zo even checken. Oké, ik kan de kortingscode zo niet 1, 2, 3 terugvinden. Maar als ik een kortingscode heb, zet ik hem hier in beeld. En ik zet hem dan even in de beschrijving. Met het linkje erbij naar de site hiervan. Dan als volgende heb ik een shake beker, waar dus Absolute Fit Nutrition op staat. Deze. Dan als volgende had ik natuurlijk ook al verteld, toen ik laatst aan het sporten was, heb ik volgens mij verteld dat ik nieuwe weerstandsbanden zou krijgen. En die zitten dus hierin. Ik heb 3 paar weerstandsbanden en deze zijn dus gemaakt van stof, wat dus echt super fijn is. Ik heb ze dus ook al heel erg kort gisteren, toen ik echt nog maar 2 minuten had, omdat ik echt gewoon weg moest. Even kort op mijn benen gehad, om te kijken hoe het was, maar het werkt echt super fijn. Hij heeft hier ook aan de binnenkant heeft hij een anti-slip laagje, wat ook heel erg handig is. Veel beter dan wat ik nu heb. Ik heb nu namelijk van elastiek, wat ik dus ook al had verteld. En dat werkt gewoon niet zo goed. Maar ik ben wel van plan om hier vanavond mee te gaan sporten. Dus hou ik jullie dan gewoon op de hoogte. Dan als volgende heb ik 2 mondkapjes gekregen. Dat is altijd handig. En deze zijn gewoon van stof. Dus dat is super chill. Dan heb ik hier nog een pillendoosje. En hier kun je dus bijvoorbeeld gewoon je vitamines in doen. Dus dat is dit pillendoosje. Dan last but not least. En ik heb hier echt heel erg veel zin in om dit uit te gaan proberen. Ik heb dus echt gehoord dat dit echt topspul is. Dit is namelijk pre-workout. En ik heb deze trouwens in de smaak blueberry. En dit is eigenlijk voor als je geen zin hebt om te sporten. Omdat je gewoon geen energie hebt. Dan neem je deze poeder. Want deze poeder die kun je dan gewoon met een glas water mengen. Of je kunt hem dry scoopen. Dat kan ook. Misschien dat ik dit vanavond dan zelfs ook al ga proberen. Want ik moet zometeen eerst werken. Ik moet om 3 uur werken. En dan ben ik er om 6:30 of zo ben ik pas terug. Goedenavond, het is op dit moment 6:50 en ik ben klaar met werk. En ik heb net ook even wat gegeten. Ik heb best wel wat dingen gedaan op werk, hard gewerkt. Dus dat is helemaal top. Heel veel dingen aangepast ook. Dus daar ben ik nu in ieder geval klaar mee gelukkig. En nu heb ik een avondje de tijd om te gaan sporten. Want ik had gezegd dat ik ging sporten. En dan ging ik direct die pre-workout uitproberen voor jullie. Ik heb mijn outfitje al aan. Ik heb hier ook een vest liggen, want ik wil eigenlijk ook nog wel even touwtje springen. Dus dan doe ik eerst dit, dan ga ik daarna alles klaarzetten en dan is het als het goed is ingewerkt. Dan moet je dus 15 tot 30 minuten van tevoren moet je dit innemen met 250 ml water. Die pleuren hierin. Proost! Ik moet zeggen, ik had gedacht dat het ranzig zou smaken. Blueberry smaakt best lekker. Ik ben benieuwd of ik nu echt een dikke energieboost krijg. Dan ga ik nu mijn yoga matje pakken. Mijn weerstandsbanden ga ik ook even pakken. Dan leg ik dit weer even terug. Ik pak even alles wat ik nodig heb. En dan gaan we bezig. Dan ga ik straks denk ik eerst even touwtje springen. En daarna ga ik bezig met upper body, denk ik. Dat weet ik nog niet zeker. Dat ben ik nog niet helemaal uit. Omdat ik best wel veel benen heb getraind de laatste tijd. Ik zie jullie in ieder geval over een kwartiertje terug. Oké, dit was ik dus even vergeten. Maar ik ga die weerstandsbanden natuurlijk uittesten. Dus ik moet wel benen doen ook. Maar ik denk dat ik het lekker ga samenvoegen. Dat ik upper body en benen ga doen. Dus dan pak ik mijn gewichten er nog even bij. En dan doe ik mijn schoenen aan. En dan beginnen we met touwtje springen. Oké, daar gaan we. 10 minuten touwtje springen.
Het is nu 7:45. Dus dat betekent dat ik al een uur en een kwartier bezig ben. Het gaat wel lekker, moet ik zeggen. Touwtje springen ging wel lekker. Dit gaat lekker. En ik heb het warm, joh. Ik zie er niet uit, sorry daarvoor. Ik ben ook echt bezweet. Ik ga zo douchen. Ik ga nog één rondje glute bridges doen met 10 kilo. Die roze is best wel licht, maar die is echt perfect voor donkey kicks, dat soort dingen. En die zwarte is heel erg zwaar, maar die is ook handig voor sommige oefeningen. Maar ik gebruik de grijze het meest, moet ik zeggen. Daarna ga ik nog heel even upper body doen. Ik denk een kwartiertje of zo, niet zo heel lang. En daarna ga ik lekker douchen. Goedemorgen, het is vandaag vrijdag en ik ga mijn spullen pakken, want ik ga op dit moment naar het station. Dus ik ga zo meteen naar school. Geen idee tot hoe laat, want het is elke keer anders. De ene keer zijn we wat eerder vrij en de andere keer moeten we langer door. Maar ik ga in ieder geval naar het station en dan gaan we een dagje naar school. Ook wel eens gezellig. Ja, ik moet nog heel veel voor school doen trouwens dit weekend. Dus niet echt weekend, maar ja. En ik moet morgen waarschijnlijk ook werken. Dan moet ik nog even doorappen hoe laat ik er dan moet zijn. En ik neem de camera gezellig mee. Ik weet niet of ik ga filmen, want ik heb dus een nieuw klas. Blijft hij zo staan? Hij blijft zo staan. Ja. Wat moet ik allemaal vertellen? Waar we mee bezig zijn. We zijn op school en het is op dit moment... Hoe laat is het? Het is op dit moment 3:00. En daar zit onze klas en wij zitten in het lokaal. En opeens is iedereen weg hier. Ik weet niet waar iedereen naartoe is. Jij zit in mijn vlog. Ja, met foto's. Ja, met foto's. Dus als je die nog niet hebt gezien, ga die zeker ook even kijken. Het is op dit moment 5:15 en ik heb net eventjes... een rondje hard gelopen. Ja, dat is beter. Ik heb net een half uurtje hard gelopen, 5 kilometer gedaan. Het is wel weer de eerste keer dat ik hardloop in een hele lange tijd. Want ik doe dat alleen als het mooi weer is. En zoals jullie weten is het in Nederland niet altijd mooi weer. Maar het is echt heerlijk weer vandaag. Dus ik dacht, ik ga even een rondje hardlopen, want ik vind het heerlijk als het zonnetje schijnt. En nu ga ik nog even kracht doen, want daar heb ik ook wel zin in. Moet ik even mijn spullen pakken en dan gaan we even kracht doen. Het is vandaag alweer dinsdag en ik wil bij deze ook de weekvlog graag afsluiten. Ik ben alweer bezig met de volgende weekvlog. En ik heb dit weekend dus niet gevlogd. En dat komt omdat ik gewoon echt super veel deadlines had voor school. En ik had het druk met werk en ik had gewoon overal super druk mee. Maar volgens mij is het gewoon echt een hele leuke vlog geworden met City Skydive en zo. Heel erg leuk. En ik heb een deadline gehaald, dus dat is ook goed. Ik heb voor morgen heb ik ook een deadline. Dus vandaag ben ik ook nog heel erg bezig. Maar dat zie je in ieder geval in de volgende weekvlog. En dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken. Vergeet niet te abonneren. Vergeet niet even een leuke reactie achter te laten. Want dat vind ik altijd heel erg leuk om te lezen. Je kunt me volgen op Instagram. Mijn Instagram is Danique.Hosmar. Ik heb trouwens 40.000 volgers gehad dit weekend. Niet normaal. Heel erg bedankt daarvoor. En je kunt me volgen op TikTok, waar ik dus nu 50.000 volgers heb gehaald. Dat is echt zoveel. Heel erg bedankt daarvoor. Jullie zijn de beste. En dan zie ik jullie in de volgende weekvlog weer. Want ik ga dus nu weer weekvloggen. En die komt volgende week vrijdag online als het goed is. Dus dan zie ik jullie dan weer. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende video. Doei doei!